Hola amigos en welkom bij een nieuwe Game of hier op Alles Games. Vandaag is het weer tijd dat wij gaan verder bouwen met ons hotel hier in The Sims 3. Samen met Roy, dat ben ik. Ja, hoi. Als je nog niet wist. Ja, hoi. En vandaag gaan wij verder met ons, ons bouwwerk hier in The Sims 3. Ook wel de serie Sims Hotel bouwen met Roy. Oh ja, zo heet het. Jongens, ik heb natuurlijk weer al jullie reacties gelezen van de vorige video en de video daarvoor. En die heb ik allemaal eventjes hiernaast staan. En die gaan we eerst natuurlijk eventjes behandelen. En er zijn een paar dingen gebeurd waar jullie niet blij mee waren. Maar ook heb ik een reactie gezien, zei van Roy, weet je... Je hebt het altijd over van dat je... dat je zegt van... Ja, Roy, jullie gaan het vast niet mooi vinden. Maar ik moet wat meer denken aan mezelf, zeiden jullie. Dus, wat doen we? We doen het gewoon. We gaan meer aan onszelf denken. En jullie zeiden ook dat ik iets minder rotsen moet doen. Of nou ja, die stenen muur. Dus ik ga overal gewoon een beetje deze muur inbrengen. Het past nog wel in het thema, dat zwart-wit. Want ja, ik snap, nu zie ik het ook. Zoveel steen is natuurlijk ook niet leuk. Dus we doen gewoon hier overal lekker steen. Zo, even zien. Ja, doe het. Ja, dank u wel. En deze muur. Want weet je, ik vind dat als elke kamer een stenen muur krijgt, dan vind ik dat wel een beetje too much. Oké. Dus ja, oké. Oh, dit is ook wel heel veel. Oh nee, dit moet hier wel blijven, maar dit zo. Oké. Ik heb ook heel veel, maar ook heel veel reacties gekregen over... de sauna en spa. Jullie vonden het wel echt een superleuk gebied. Het valt me nu ook op dat we heel veel steen hebben gedaan. En iemand zei ook... Roy, als je niet van die douches hebt... waarom download je ze dan niet? Ik denk... Nou... Ja! Waarom heb ik dat nog niet gedaan? Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb douches gedownload. Ik hoop dat ze erin staan. Ik heb nog niet gekeken of ze erin staan... deze mag weg. Dus ik ga zo eventjes kijken of ze erin staan. Hopelijk wel. Want anders is het dikke pech voor ons allemaal. Dan hebben we hier geen douches. En ook iemand zei dat we hier bijvoorbeeld ook een soort massagegedeelte kunnen maken. En dat vond ik ook wel een leuk idee. Ja, zeker. Oké, en deze muur. Oh, er waren zoveel reacties van... Oef, dat wil je niet horen. Er waren zoveel reacties van Roy... Breng nu de golf terug. Dus weet je wat jongens, we brengen lekker de golf terug. Ik vind hem zelf ook heel erg leuk. Hij past er ook wel bij. En ik vind dit ook wel, ja het is eigenlijk, waarom heb ik dit allemaal zo gedaan? Weet je, was het een beetje warm in Nederland of zo? Dacht ik van, we maken er even iets tropisch van. Mijn hemel, lieve kinderen. Jeetje, weet je wat, we doen dit allemaal wel zo. Dat vind ik wel best. Nu vind ik het wel goed. Oké, en dan wil ik deze muur gewoon lekker wit. Weet je, het hoeft niet allemaal... zo gek, gek te zijn. Dus weet je, dit doen we ook lekker wit. Zo. Weet je, hebben we toch nog wel rotsen, maar niet te veel. Super. Oké, helemaal blij. Gaan we nu de douches opzoeken. Ik weet niet waar ze staan, ik denk gewoon bij de douches. Maar het zijn zeg maar douches die niet zo'n cabine hebben. Dus die moeten gewoon bij de douches staan, als het goed is. Nee, ze zijn er niet. Nee, dat meen je niet. Ik heb ze net nog geïnstalleerd. Oh nee, dat meen je niet. Wat is dit? Dat is een auto. Nee. Oh, dit is gek. Dit is jammer. Zou het een decoratie zijn? Want dat, kijk, dat vind ik ook niet erg. Kijk, dan werkt het niet. Maar dan heb je wel een soort van... Ja, douche of zo. Oh, maar dat vind ik wel heel erg jammer. Wacht, we zetten het eventjes zo. Dat we alleen dingen hebben die we hebben gedownload. Even zien. Dit is een parasol. Nee, die hoef ik niet te hoef ik niet hoor. Even zien. Ik hoop dat we het hebben. Want ik vond hem zo leuk. Hij was zo mooi. Het was echt zo'n soort douche. Wat je ook bijvoorbeeld in een sportschool hebt. Ik weet niet of jullie ooit wel eens in een sportschool zijn geweest. Ik denk niet heel veel van jullie. Maar als je ooit bent geweest, dan heb je ook van die soort douches of zo. Weet je waar het op lijkt? Het zijn van die soort douches van die ze ook hebben bij de gym. Weet je wel, soms hebben ze van die douches bij de gym. Zulke douches aan de muur. Nou, dit vind ik wel heel erg jammer. Ik was zo aan het hopen erop. Zo van, yes, dat vind ik super leuk. Maar nee, ze zijn er dus niet. Botverdrie. Nou, ik zal dat eventjes volgende keer, zal ik dat even opzoeken. Niet deze aflevering, maar ook niet de volgende. Maar die daarna zal ik dat eventjes uitzoeken. Ook heb ik een reactie gezien van Roy. Weet je, een sauna, daar moet een beetje mist hangen.
En toen dacht ik van, ja, daar heb je eigenlijk best wel gelijk in. Alleen is dit niet een mist, zo'n, ja, zo, hoe noem je zoiets? Je hebt zo'n stoomcabine en zo'n sauna. Maar alsnog wil ik voor het effect het wel gaan doen. Want iemand zei, doe wat mist in de sauna. En dan moet je naar koopmodus, daar ben ik nu. Entertainment, feest, podium effect. Even kijken, podium effect. De feestmachine, bellenblazer, grote, even zien hoor, waar zou het staan? Grote vloerlamp. Ik denk dat dit het gewoon is, zoiets. Maar ik weet niet of dat werkt. En wat het nu is, ik moet hem even onder de bank plaatsen hoor. Zo. En weet niet, we kunnen natuurlijk nu niet zien of die werkt. Want daar hebben we. Ja, daar hebben we mensen voor nodig. Gewoon dat we. Ja, dat we spelen, zeg maar. Trouwens, we hebben ook helemaal nog niet zo'n ding. Eigenlijk wat. Ja, wat de sauna zelf is. Dus gewoon die bak, weet je wel. Nee, die bak. Het lijkt een beetje. Nou, het lijkt helemaal niet op dit. Lijkt meer op dit. Gewoon zoiets. Weet je wat? Misschien zet ik dit wel gewoon neer. Ik vind het wel een beetje lelijk eigenlijk. We kunnen wel een hippe doen. Dit is niet zo lelijk. Weet je, eigenlijk is dat de sauna. Weet je, het is niet opeens van... Oh, het is een cabine. Oh, dan moet het... ja, dan moet het wel dat zijn. Oh, deze vind ik wel mooier eigenlijk. Die past er ook wel meer bij. Oké, deze bank gaat dan weer iets hierheen. Je wil natuurlijk niet in de sauna zitten. Letterlijk erin. Dus hebben we er twee. Ja, oké, nou, super. Ook nog andere. Zet de lichtinstelling op donkerblauw. Ook nu kunnen we dat nu niet doen, omdat we nu niet in de speelmodus zitten. Dus, maar als we gaan spelen, dan kunnen we zeker deze lampen op zo'n donkerblauw licht zetten. Want toen de lichtbedden nog waren, dan heb je een beetje een soort, ja, wat is het? Een zonnebank effect. Vond ik een goeie. Oké, even zien. Iemand zei ook, een paal steekt door naar de sportschool. Maar die zie ik nu niet. Maar ik zie hier nu wel een paal. Maar weet je, deze paal die hangt er toch buiten. Dat boeit me niet. Je hebt helemaal gelijk. Freaking lelijk. Mijn god, die paal moet naar binnen. Weet je, ik vind die paal eigenlijk ook heel erg lelijk daar. Die paal gaat daar gewoon weg. Weet je, ik vind deze twee palen hier, vind ik gewoon enig. Kijk, dit vind ik niet zo storend. Maar we doen wel zo. Of is dat... Oh my god, dat is echt heel lelijk. Oké, weet je wat? We zetten deze kast gewoon hier in de hoek. Dat camoufleert het misschien een beetje. Ja, oké. Nou, dat vind ik beter. Oké, super. Nou, we hebben alle aanpassingen gedaan die ik in de reacties heel erg nuttig vond. Niet dat ik de andere reacties helemaal niet nuttig vond of zo. Dat helemaal niet. Maar ik kan niet natuurlijk alles gaan doen. Dus hopelijk snappen jullie dat. Oké. We gaan, zullen we even verder met deze hotelkamer? Want ik vind dat wel even nodig is. Want mensen moeten hier wel kunnen slapen. En ook tv kunnen kijken. We hebben nog geen tv. Dat kan dus echt niet, hè? Nee, echt, Ruud. Zo, hé. Roy krijgt opeens een bericht op zijn mobiele telefoon. Roy gaat niet kijken, hoor. Oh, nee. Oh, nee, José. Dat gaan we zeker niet doen. Oké, even zien. Weet je wat? Waarom hebben wij hier rots aan de muur? Dat vraag ik me nu echt even af. Was dat serieus een keuze van mij? Jeetje, was ik dronken of zo? Potverdrie, hoe kan ik dat nou doen? Dit is toch veel mooier? Nee, grapje. Wat is dit? Oh, ik vind dit eigenlijk wel leuk. Nee, laten we het maar niet doen. Wat is dit? Oh, dat is wel zo'n hippe muur hoor. Leuk. Hartstikke leuk hoor. Hip hoor. Nee, gaan we niet doen. Ik vind deze houten muur ook wel leuk. Oeh, misschien is deze houten muur beter voor de sauna. Oh, gadver. Oké, trouwens. Ja, laatste ding voor bij de sauna. Iemand zei... het raampje moet ook eigenlijk van hout. Want die is nu wit. Hele goeie. Goed van je. Nu klinkt het alsof ik heel sarcastisch ben. Maar ik meen het echt. Want het is wel veel beter zo. Oké, zo. En dan gaan we die even opslaan. De buitenkant is natuurlijk gewoon nog wit. En dat vind ik wel zo mooi. Zo, kijk eens aan. Oh, hij bukt. Zo, oké. Nou, helemaal super. Weet je, we gaan nu niet meer aan de sauna zitten en de spa. Maar we zetten alleen nog even die douches neer volgende keer als dat gefixt is. Gaan we nu een mooi behangetje uitzoeken. Weet je, we zijn gewoon aan het shoppen. We gaan gewoon lekker behangetje uitzoeken. Voor bij ons thuis. Nee, niet voor bij ons thuis. Voor in ons hotel, jongens. Oh my god. En weet je waar ik ook heel veel zin in heb? Ik heb ook heel veel zin in ons volgende project met bouwen.
Ik kan echt niet wachten. Als je het nog niet wist... Oh, ik dacht al. Als je het nog niet wist wat voor projecten wij volgende keer gaan doen in de bouwserie, zeg maar. Wij gaan een school bouwen. Een Amerikaanse school. En was dat het? Volgens mij was dat het wel, hè? Dadelijk ging ik iets anders doen. Heb ik nu gezegd dat ik een school ga doen? Dat was niet zo slim misschien. Maar in ieder geval, we gaan natuurlijk nog wel een andere soort bouwserie doen. Want jullie vinden dit zo leuk. Weet je hoe ik... Oké, nu ga ik wat vertellen. Hè? Dit is misschien wel leuk voor jullie. Weet je hoe ik het voor me zie? Hoe jullie deze video's kijken? Kijk, het is niet zo heel... Dat jullie zo van... Heel aandachtig met de ogen zo van... Oh my god, ik moet het helemaal in de gaten houden. Ik moet alles volgen. Oh my god. Ik heb meer het gevoel... Moeten jullie niet verkeerd opvatten, hè? Dat is gewoon leuk. Dat jullie gewoon zo van... Weet je, ik pak lekker wat drinken bij. Gewoon een chipje zo. Lekker zo. Trouwens, mijn haar lijkt net nat. Maar het is gewoon... Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar er is iets aan de hand met mijn haar. Ik snap het niet. Het is opeens donker. Nou, Roy, heb je haar geverfd? Nee. Maar even terug op het onderwerp. Dan zitten jullie gewoon lekker met je drinken en chipje. Gewoon lekker achterover. Lekker even gewoon kijken wat er gebeurt in het hotel. Zo'n indruk krijg ik ervan. Dus ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat voelt bij mij fijn, weet je. Gewoon lekker, gezellig met z'n allen. Ja. Ja, vind ik leuk. Oké, ik wil even een mooi lampje op hebben. Oh, we hebben nog geen wandlampje hier. Moet natuurlijk ook ophangen hoor. Zo, echt wel. We zijn een hotel. Wat denk je nou? Gossé zeg. Doe eens normaal. Wat heb ik met het woord gossé? Trouwens, ik ga nu wat vertellen. En dat moet je eigenlijk even opzoeken. Weet je, als je je ooit verveelt op YouTube. Na deze video. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten opzoeken. Oh my god, hoe heet het ook weer? Het is een filmpje van een... het is van tv. En daar doen ze iets met... Een soort Italiaan. En die gaat zeggen wat hij voor boodschappen heeft gedaan. Oh my god. Het is een van de leukste filmpjes. Oké, het is niet zo geweldig. Maar het is gewoon heel erg hilarisch. Het is wel enorm leuk. Ik weet niet hoe die heet. Het is iets misschien met Italiaans leren. Met een appel en een peer en een toiletpapier. Misschien moeten jullie intikken. Appel, peer en toiletpapier. Misschien vinden jullie hem dan wel. Het is iets van tv... En ik weet niet. Hij zegt het dan zo gek. En dan zegt hij... nee, José. Bla, 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 bla. Oh, dat zegt die vrouw dan die dat inspreekt. Maar dan... Oké. Weet je, daar heb ik het soms van. Ik weet niet waarom ik dit vertel. Weet je, dit is zo'n moment dat ik zo realiseer. Dat ik weer onzin zit uit te kramen. Maar weet je, dat hoort erbij, vind ik. Toch? Ja, oké. Weet je, ik wil even een mooie stoel hebben. Ik zoek gewoon een mooie stoel. Hebben jullie een mooie stoel? Nee. Jullie hebben geen mooie stoel. Deze wel, maar dat is een suite stoel. Die moet ik natuurlijk niet hebben, want... Duh, dat is een suite stoel. Die kunnen ze toch niet hebben in een normale kamer. Duh. Roy, wat praat je eng? Ja, weet ik. Viel mezelf ook al op. Oh, wacht, we doen dit wel. We doen wel gewoon zo'n stoel. En dan doen we er gewoon een leuke lamp bij. Zo. Ja. En dan wil ik ook... Een mooie dressoir... Ze moeten natuurlijk wel hun kleren kunnen opbergen. Even zien. Ik denk gewoon deze. En dan... Oeh. Die is ook leuk. Die hadden ze... Die kon heel leuk hier. Eigenlijk moeten we dat doen. Weet je wat? We gaan het even openbreken. Jongens, ik wil graag dat jullie dit openbreken. Dank u wel. Zo, even zien. Kijk, en dan halen we dit gewoon even zo bij de buren weg. Niet zeggen tegen de buren, hè? Dat is een beetje erg. Kijk hoe leuk het is. Er zit gewoon een kast in. Oh my god. Living. Oké, maar het... Ja. Weet je? Eigenlijk vind ik dat ze dat wel verdienen. Weet je waarom? Omdat ze hier met z'n vieren slapen. Met een, ja, niet al te grote badkamer voor een vierpersoons misschien. En dit is niet zo groot. Dus ik vind dat de kast daar wel mag zitten. Want dan kunnen we hier een leuk bureautje doen. En een leuk tafel, gewoon een... Ja, hoe heet het nou? Kom niet uit mijn woorden hoor. Zo, echt niet. Gewoon... Een stoel? Ik zocht het woord, serieus, het woord stoel. Roy, meen je dit nou? Ja, ik meen het echt. Erg, hè? Oh, wat erg. Oké, hier wil ik ook een leuke spiegel. Weet je, dit doen ze heel veel in hotels, hè? Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Maar ze doen heel vaak... Doen ze spiegels boven een bureau. En dan denk je van, ja, als je nou
je wil zien wat je aan hebt, omdat je uit eten gaat, moet je helemaal boven het bureau hangen. Dat is toch niet handig? Maar ja, weet je, het is een... Weet ik veel, we moeten het maar ook maar doen, denk ik. Of doen zoiets. Maar dit vind ik wel echt enorm groot. Dat vind ik een beetje meh. Dit vind ik wel mooi. Kunnen die ook hoger hangen? Nee. Nou, dan kiezen we een ander uit, hoor, stommerd. Potverdrie. Weg. Weet je, ik haat het woord potverdrie heel erg. Ik blijf het steeds zeggen en ik kan er echt niet meer tegen. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus eigenlijk, als jullie het merken van Roy, je zegt potverdrie, moeten jullie me gewoon eigenlijk gewoon een tik geven. Gewoon zo, pok. Maar dat kan natuurlijk niet. Beetje jammer, hè? Vind ik een beetje jammer. Oké, weet je wat ik een beetje lelijk vind? Dat dit... Oh, dat geluidje was iets van mijn computer. Oké. Ik vind het zo jammer dat het hier zo smal is. Want ik neem aan dat je hier niet kan instappen. Dat is een beetje jammer eigenlijk. We kunnen er ook een driepersoonskamer van maken. Want dat hebben we eigenlijk nog niet, hè? Hebben we dat eigenlijk? Volgens mij hebben we dat geen eens. We hebben hier twee persoons. We hebben hier een twee persoons. We hebben hier een vier persoons. We hebben hier een vier persoons. We hebben hier een... Oh, zes persoons. Oh my god, een zes persoonskamer. Twee persoons. Nou, we hebben nog geen drie persoons. Dus weet je wat we doen? We maken hier gewoon een driepersoonskamer van. Weet je, dan hebben ze allemaal even wat meer ruimte. Is even wat fijner, weet je. Hebben ze toch nog een beetje ruimte. Vind ik een goeie van mezelf. Even zien. Ik hoop dat ze wel dit bed hebben dan in een één persoon. Maar dat denk ik niet. The struggle. Oh, een paardenbed. Een paardenbed. Ja, het is helemaal voor ons gemaakt. Ja, echt. Ja, of we doen gewoon dit. Gewoon lekker. Je kan gelijk... gelijk erin maar liggen, hoor. Doe maar. Of doen een stapelbed. Maar dat vind ik wel een beetje weer zo... Ja, nee. Dat doen we maar gewoon niet. Oké, weet je wat? We doen deze. Maar dan moeten we deze ook even veranderen. En ik hoop dat ze die hebben. Ja, die hebben ze. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Kijk, dan doen we hier gewoon een tafeltje tussen. En dan, ja, weet ik veel. Zetten we daar gewoon wat leuks op of zo. Gewoon een mooi lampje. Ja, deze. Zo, oké. Weet je, ik vind deze muur echt veel te druk. Roy, begin je weer over je muur? Ja, het is weer zover. Oh mijn god, maar wij hebben ook iets met muren, hè? Kijk, jij en ik. Dat snap ik. Wij hebben gewoon iets ermee. Soms vinden we het mooi, maar soms vinden we het ook spuuglelijk. En dan wordt het ook goed gezegd. Ja, echt wel. Ja, ik wil hier geen rotsmuur, hoor. Nee. Weet je wat ik jammer vind? Ze hebben niet echt veel keus. Oké, ze hebben wel verf. Like, hartstikke leuk. En alles. Maar ik weet niet. Ik vind het allemaal een beetje meh. Maar het is de bedoeling natuurlijk dat je het ook een beetje zelf maakt. Want dat kan je ook doen in The Sims 3. Dus ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar ja, dat kost allemaal weer veel te veel tijd. En soms hebben we er geen zin in. Dus ja, dan moet het maar zo mee doen. Ik vind deze ook niet zo lelijk eigenlijk. Oh, dat is precies dezelfde. Kijk, dat kan echt niet. Oké, weet je wat? We gaan even kijken bij wat andere mensen hebben in hun kamer. Oh, deze was eigenlijk wel best wel mooi. Ja. Ja, ik vind het ook wel mooi aansluiten met dit, omdat het hout is. En de muur is ook nu hout. Hout? Hout? Het is ook hout. Dus ik vind het wel, ja, wel een hippe kamer nu zo. Wil ik een lekker kleedje erin? Ja, je moet wel zachte voetjes hebben, hè? Als je lekker zit te computeren. Lekker een beetje... Ik wil wel lekker Facebooken, Twitteren, Instagrammen, Snapchat. Nou, Snapchat kan niet via de computer, Roy. Oh, dat wist ik niet. Jawel. Volg me allemaal op Snapchat, jongens. Hello, I'm Roy. Is mijn gebruikersnaam. Even een schaamtelijke zelfpromotie. Gewoon even er tussendoor. Zo van, ja, volg me. Oké, jongens, deze kamer is af. Ik ben er super blij mee. Even een slokje drinken, want ik praat hartstikke veel. Deze kamer is af. Super blij mee. Even zien. We gaan even een overview hebben. Wat we volgende keer gaan doen. Wat gebeurt er in de volgende aflevering van Sims Hotel bouwen met Roy? Trouwens, deze muur is eigenlijk heel lelijk. Jullie hebben het heel vaak gezegd, maar eigenlijk vind ik hem heel lelijk. Maar we hebben er iets aangepast, dus we moeten het zo houden. Oké, volgende keer. Wat gaan wij doen? Wij gaan even zien. Ik wil, denk ik, nog een kamer bouwen. En het wordt, denk ik, deze kamer. Weet je, het wordt, denk ik, deze kamer. Of deze. Ik weet niet. Maar ik wil ook nog even zien. Waar is dat ook alweer? Dan moet ik even goed zoeken. Waar ik dat wil doen. Oh ja, deze kamertje wilde ik ook nog doen. Een wc'tje bouwen. En weet je, we komen bijna aan het einde
van het hotel. Ja. Heel gek. Heel gek om te zeggen. Want ja, oké, we zijn dan wel denk ik al om 10 uur bezig hiermee. Wat eigenlijk heel gek is om te denken. We hebben meer dan 20 afleveringen. En elke aflevering is ongeveer een half uur. Dus dat is wel echt insane. Oh my god. Dus vandaag zal de aflevering wat korter zijn. Volgende keer gaan we weer verder. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. Als je het leuk vond. Als je het nou niet leuk vond, dat kan natuurlijk ook. Maar doe nog wel eventjes een duimpje omhoog op deze video. Als jij het leuk vond. Dus doe het even zeker. Ik wil even, ja, laten we het even proberen. De 1000 likes. We gaan het gewoon proberen. Dus druk even op die knop en dan maak je me helemaal blij. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Bye bye.